Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers, het programma waarin we aan de hand van een bijzonder gerecht een bijzonder persoon leren kennen. Een persoon die op zijn of haar manier smaak geeft aan de stad. En deze week is bij mij te gast Esther Goos. Als directeur-eigenaar van het social media bureau Scoopers en als winnares van de AITRA Award 2016 geeft zij op haar manier smaak aan de stad. En Esther is al aangekomen, ze staat al naast me. Welkom Esther. Dankjewel. Leuk dat jij hier te gast wil zijn. Ja, leuk om hier te zijn vandaag. Ja. Nou, we gaan straks aan tafel en in de winkel alles van jou te weten komen. Maar Esther, kan jij mij vertellen wat Scoopers, jouw bedrijf, social media bureau, doet? Ja, wij zijn inderdaad een social media bureau. Dat betekent dat wij de accounts op social media van klanten beheren. Facebook posts voor ze maken, maar ook de klantenservice zijn via Twitter, Facebook, WhatsApp. Dat is op Instagram, ja. De nieuwe wereld. Ja. Nou, hartstikke leuk. Daar gaan we vandaag en de kijkers denk ik ook wat van leren. Maar zoals je weet, in het programma Smaakmakers gaan we de keuken in. Ja. Schort voor en dan gaan we wat koken. En deze week doen we dat met Monique van Bokstel. Ze heeft haar eigen catering initiatief gestart. Zalig smakend. Klinkt goed voor een programma als Smaakmakers. Ja. Dus ik wil je uitnodigen om met me naar de keuken te gaan. Ga ik doen. Ja, leuk. Hoi. Leuk je te zien. Ja, leuk. Je bent... Hi, Esther. Hi, Monique. Leuk je te ontmoeten. Ja, hi. Eens gelijk. Esther heeft vorig jaar de AITRA Award gewonnen. En daar komen we vandaag over praten. En daarnaast is ze heel ondernemend, ook vanuit haar passie. Dus ik denk dat jullie daar wel wat raakvlakken hebben. Leuk om te horen. Al een beetje aan de voorbereiding, ja, zie ik. Ja, al langzaamaan inderdaad. Ik introduceerde jou net als... een recent gestart cateringinitiatief, Zalig Smakend. Klopt. Kan je daar wat over vertellen? Ja, ik heb Zalig Smakend opgericht inderdaad vanuit mijn passie. Omdat ik koken ontzettend leuk vind. En je kan bij Zalig Smakend terecht voor grote en kleine cateropdrachten. Dat kan de ene keer bijvoorbeeld zo zijn dat ik bij iemand thuis kom koken. Maar het kan ook zijn dat mensen gerechten bij mij afhalen. Of dat ik gerechten bij iemand ga brengen. Het is heel afwisselend. En bij de gerechten die ik maak probeer ik altijd verse en gezonde ingrediënten te gebruiken. Ik besteed heel veel aandacht aan de presentatie. Ik doe echt mijn best om dat verrassend te laten zijn. En ik vind het leuk om het allemaal een persoonlijke benadering te geven. Dus ik ga met degene voor wie ik ga koken in overleg besluiten wat we gaan maken. Dat kan dus de ene keer een boerenkoolstamppot zijn. Ja. En een andere keer ook een lekker. En een andere keer een heel exquise en culinair vijfgangen diner. Dat is een beetje wat wordt gevraagd op dat moment. Nou, ik ben nu al nieuwsgierig, hè, Esther? Ja, ik ben heel nieuwsgierig wat we gaan eten. Goed. Wat gaan we maken hier vandaag? Ja, ik ga een lauwwarme salade van parelcouscous voor jullie maken. Je ziet hem hier liggen. Ja. En daar gaat wat paarse wortel doorheen en wat zeekraal. Dat geeft het een mooie bite, een beetje zoute bite. En dan daarbij komt een stukje witvis. We gaan bij de visboer even kijken welke. Ja. En die gaan we garen in kokosmelk. En die kokosmelk die breng ik op smaak met citroengas, bosui, citroenzesten en rode peper. Aziatische invloed. Ja. Nou, hartstikke leuk. Zullen we dan boodschappen gaan doen? Ja, lijkt me goed. Plan. Ga jij ons voor? Ja. Want jij weet de weg. We gaan eerst naar de grondafdeling. Helemaal goed. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Dames. Met op zoek naar paarse wortel. Paarse wortelen, dat voor een mooie saladegerechtje of zo. Ik ga het gebruiken. We hebben hier natuurlijk allemaal vergeten groenten en hier zit natuurlijk ook de paarse wortel bij, hè? Ja. Is die zo vergeten? Ja, die is echt een vergeten wortel. Ja? Dat is een heel oud ras. En het maakt een heel mooie salade van. Ik kan hem een beetje openmaken en zeggen van, kijk, de kleur doet het heel mooi in een salade. Oh ja. Gaat geweldig werken. Een beetje schillen en dan... En is de smaak nou precies als een oranje wortel? Of is het nee, hij is zelfs wat iets anders van smaak.
Wat zelf het zoeter eigenlijk als een gewone oranje wortel. Ja. Maar het is een heel oud ras en er zijn al meer oude rassen en dit is er één van. Dus ik weet niet hoeveel tijd u nodig zou hebben. Een stuk of vier. Stuk 4 wortel? Ja. In ieder geval een ja. Dat sowieso. Nou, als u 4 wortel wens ik u heel veel succes met slaan maken. Dankjewel. Nou, dankjewel, dankjewel anders. Ja, gaan we door. Hadden we nog iets meer nodig bij de groenteafdeling? Een beetje zeekruiden. Zeekruiden hebben we ook, inderdaad. Ja, loop even mee als je wilt. Dankjewel. Ja, en dan naar de vis. Naar de vis, ja, inderdaad. Leuk. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat kan ik voor u doen? Ik ben hier naar mijn stevig. Ik heb zelfs zelf aan kabeljauw geleverd, zeker. Kabeljauw is een losse structuur, hè? Dus als je een stevige vis wil, zou ik inderdaad voor de zeebol gaan. Kijk, hier een stukje zeebol. Kijk, je kunt zien de structuur. Als je dat bereidt, valt dat zomaar niet uit elkaar. Nee. Een mooie witte vis uit IJsland. Dus een prima stukje vis voor wat je. Het lijkt me heel goed. Want wij gaan het lijken stukken voor naar afschrijven. Zeker, zeker. Dat wordt gaar. Ja, ja, dat gaan we langzaam gaan. En dan blijft het mooi heel. Okay. Ja, ik ga 2 stukjes voor je pakken, geen enkel probleem. 200 gram ongeveer? Ja. Prima, ga ik doen voor u. Oké, dankjewel. Kijkt u eens, 2 mooie stukjes zeewolf. Ja. Super. Alsjeblieft. Ziet er mooi uit. Dankjewel. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Dag. Nou Monique, dan kan jij aan de slag, denk ik. Ik ga aan de slag. Ja, zeker. Dan zien wij jou straks in de keuken. Want Esther en ik gaan dan nog even een glaasje witte wijn. Oh, ik zeg wit, maar ik hoop wit. Ja, glaasje vis, ja. Witte wijn bij uitkiezen, denk ik. Belangrijk. Tot zo. Ik ga aan de slag. Ja? Ja. Okay. Dag. Ja. Dag, welkom op de wijnafdeling. Hoi. Hoi, Stefan, aangenaam. Hoi Stefan. Hoi Marieke, goedendag. Leuk dat we er weer zijn. Jazeker, absoluut. Ik heb hier iets verrassends voor jullie. Ik heb deze keer een witte wijn uitgekozen uit Slovenië. Slovenië? Slovenië, verrassend. Ja, ja zeker. Ja. Ik heb het in ieder geval nog nooit geproefd wijn. Nee. Ik ook niet. Nee. Veel mensen niet, maar daarom des te leuker. Als je even nagaat, als je in Noordoost-Italië hebt, Friuli, dat mooie wijngebied. En dat loopt eigenlijk automatisch over in Slovenië. Ja, verrassend mooi gebied, kunde van wijnbouw, familie Kuklavec, familiebedrijf, doen al heel lang, zitten ze al in de wijnbouw. Fris en fruitig, we gaan het proeven, ik ga hem inschenken voor jullie. En volgens jou dus een hele goede combinatie met dat romige, denk ik dan altijd, van kokosmelk. Van, ja. Goede tegenhanger. Een goede tegenhanger, zo is het alsjeblieft. Sauvignon. Alsjeblieft. Een Pinot. Nou, gaan we proeven. Ja. Prima. Een mooie frisse blend van Sauvignon Blanc en Pinot Grigio. 2 hele bekende druivenrassen. Je ziet ze niet zo heel vaak samen, maar dit is een alleszins geslaagde combi. Wat denken jullie? Lekker, fris. Ja. Ja. Hartstikke ik goed. Ik vind hem lekker. Top. Ja, wat proef ik nou? Excellent. Ik had het ook, denk ik... Appeltjes, ja. Groene appeltjes. Heel fruit. Ja. 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 Mirabel, dat soort werk. Ja, ik vind fris. Verrassend lekker. Ja. Nou. Uit Slovenië. Uit Slovenië, nou zo zie je. Goede reclame. Helemaal goed. Perfect. Nemen wij een flesje mee. Jullie nemen hem mee. En dan gaan we aan de slag in de keuken. Kijk eens. Alsjeblieft. En dan laten we het volgende keer weer. Smakelijk. Oké, okay, tot ziens. Dag. Hey dames. Oh, daar zijn we weer. Ja. Lekker wijntje meegenomen uit Slovenië. Dat ziet er super uit. Zullen we hem even koud zetten? Ja. Ga ik doen. Super. Aan de slag, zou ik zeggen. Ik laat jullie en ik kom straks weer even een kijkje mee. Oké, succes. Later. Goed. Vertel, wat kan ik doen? We gaan de vis, wat uiteindelijk dus de zeewolf is geworden, gaan we garen in kokosmelk. En om die net even wat meer smaak te geven, doen we daar wat rode peper in. Dus als jij die zou willen snijden in dunne ringetjes. Oké. En je mag de zaadlijsten erin laten zitten, want we gaan hem verder niet eten. Het gaat echt om de smaak. Het pittig. Nee, dus dat pittige, dat mag het wel een beetje hebben. Oké. Nou, en daarna zou je ook nog wat bosuitjes kunnen snijden, want die gebruiken we ook in de kokosmelk. En een beetje van de citroen kunnen raspen. Dan ga ik ondertussen de wortels snijden. Oké. Zo, ben je al lang, sinds wanneer ben je gestart? In 2016, dus ik heb er net een jaar op zitten, zeg maar. Oké, okay. En hoe is het eerste jaar bevallen? Heel erg goed. Ik vind het ontzettend leuk om met iets wat ik zelf met zo vol passie doe, om daar andere mensen ook happy mee te maken. Want meestal vinden de mensen de gerechten echt zalig smakend en zijn ze heel tevreden over hoe ik het bereid en hoe ik het presenteer. Want jij zei net iets over dat het met name gezonde ingrediënten
ingrediënten bevat? Ja. Ja, ik kijk veel naar de seizoenen ook. En ik probeer echt, wat we net zagen bij de groentemeneer. Ja. Dat het ook ging over de vergeten groenten. Nou, dat is iets wat ik heel leuk vind om ook te gebruiken in mijn gerechten. Ja. Ik ga altijd eigenlijk uit meer van de ingrediënten. En dan kijk ik vervolgens, wat zou ik daar eens mee kunnen maken? Hoe kan ik daar iets lekkers van maken? Ah, okay. Dus vergeten groenten, pastinaak, dit soort wortels, aardbeer, vind ik echt heel leuk om te gebruiken. Leuk? Ja. Ja, paprikoeskoes vind ik zelf ook heel lekker. Ik kan dat echt alleen bijna nergens vinden. Nee, het is moeilijk te vinden inderdaad. Het is een gerecht wat uit het Midden-Oosten komt. En het is daar eigenlijk ontwikkeld als een alternatief voor rijst. Want het was vrij duur om te importeren. Dus het wordt daar gemaakt. Je vindt het in Nederland wel meer en meer, maar nog niet zoveel inderdaad. Nee. En het heeft een hele mooie zachte ronde structuur. En dan als tegenhanger hebben we de zeekraal daarin. Die natuurlijk wat meer bite heeft en wat zouter is. En een beetje van de paarse wortel, want die is juist wat zoeter dan een gewone oranje wortel. Okay. Dus bij elkaar geeft dat dan ook een mooie uitstraling. Ja. Ja. Kook jij zelf graag? Nou, eigenlijk niet. Oh jee, dan moet ik goed op letten wat je doet. Mogelijk. Ja, dat is mogelijk. Ik ga niet zo snel. Nee. Doe maar rustig, we hebben de tijd. Nee, ik moet zeggen dat ik vind het wel heel leuk om te koken, maar als ik tijd heb. Ja. Dus in het weekend vind ik dat ontzettend leuk. Ja. Of met de kinderen bijvoorbeeld, iets te bakken. Ja. Maar s'avonds na het werk is het eigenlijk niet aan mij besteed. Nee. Dus jij zei net ook, jij kookt ook gerechten voor mensen om af te halen, inderdaad. Ja. Ja. Zou ik met die insteek of niet? Ja, dat mensen is die net als ik. Ja, klopt. Dan, mensen die heel druk zijn en hard werken en kinderen en veel. Je kan voor 10:00 ochtends bij mij een lege ovenschaal inleveren. En die kan je dan aan het einde van de dag gevuld met gezonde ingrediënten en warm afhalen. Nou, ik ben benieuwd naar het gerecht. Ja, ik denk dat je het wel lekker vindt. Het is een mooi licht gerecht, echt voor een lunch. Hey Marieke. Hallo. Hey, hi. Want dat doen we vandaag. Lunchje. Ja, klopt. Ik was even iets benieuwd hoe het hier gaat. Het gaat goed. Jullie zijn allemaal aan het snijden. We zijn goed op weg inderdaad. Ja. En ik zie daar, en ik ruik het ook, dat de kokosmelk al een beetje staat te pruttelen. Ja, kunnen wij dat ook een beetje zien? Ja. Oh, Oké. Ja. Hier zie je. Je ziet de citroengras, de bosui en de rode peper. En daar wordt dat dus in gegaard straks. Ja, daar gaan we de vis zo in leggen. Nou, helemaal goed. Denk je dat je het verder alleen af kan? Ik denk wel dat gaat lukken. Ja hoor, komt goed. Kan ik jou dan alvast verzoeken? Ze mag met je mee. Ja. Nou, gaan wij voor. Ja. Dan kom ik zo bij jou aan tafel. Ja, dat is goed. Tot zo. Okay. Esther Goos won eind vorig jaar de AITRA Award 2016. Talent en succesvol ondernemerschap van vrouwelijke professionals wordt hiermee in de schijnwerpers gezet. Maar daar gaat een heel traject aan vooraf. Als onderdeel van dat traject van genomineerden werd er een heel leuk filmpje gemaakt. Daar gaan we nu even naar kijken. Mijn naam is Esther Goos. Ik ben 5 jaar geleden als ondernemer gestart. In eigenlijk een vakgebied waar nog niemand in geloofde, social media. Is veranderd. Mensen zijn 24/7 online en de individuele stem is harder dan ooit. De nieuwe sterren van deze wereld zijn bloggers en vloggers met miljoenen volgers. Kleine merken kunnen groot zijn op social media, maar grote merken zijn niet vanzelfsprekend sterk online vertegenwoordigd. Merken met lef zetten ons in voor social media omdat wij in staat zijn merken groot en geliefd te maken. Bij Scoopers hebben we de enige baan waarbij je de hele dag op social media mag zitten. We hebben hier namelijk de accounts van merken online. Dat betekent dat wij dagelijks duizenden berichten voorbij zien komen op Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Instagram. En daar reageren we op namens die bedrijven. We maken er posts en campagnes voor, foto's en video's die online gaan scoren. Ja, onze ambities zijn torenhoog. We zijn voorlopig nog niet uitgegroeid. Er staan nog flink wat merken op ons verlanglijstje. En we gaan een internationaal webcarecentrum openen, waarbij we hier vanuit Breda komend jaar internationale klanten op social media gaan bedienen. Ja, mijn boodschap voor anderen is zorg ervoor dat je verlangens groter zijn dan je angsten. En als je bereid bent altijd een extra stap te zetten, daar waar anderen ophouden, dan ligt de wereld aan je voeten.
aan tafel. Ja. Leuk, we zagen zojuist het filmpje wat jij gemaakt hebt in de omgeving van je eigen kantoor. Ja. Om de mensen die jou nog niet kenden, in ieder geval kennis met jou te laten maken. Voor de AITRA nominatie, om die AITRA Award te gaan winnen. En die won je ook. Ja, dat was echt super. Kan jij mij kort wat vertellen, of mij, maar ook de kijkers thuis, wat AITRA is? Ja, AITRA is een netwerk voor vrouwelijke ondernemers, of eigenlijk ondernemerschap. Ja. Het is niet alleen gericht op ondernemers, maar ook vrouwen die in dienstverband werken, maar wel heel ondernemend in hun rol zijn. Regionaal georiënteerd, wel sterke focus op Breda. Ja. En één keer per jaar reiken zij de AITRA Award uit. En daar moet je voor voorgedragen worden. Zij vragen volgens mij in mei al mensen om te nomineren. Mm-hmm. En toen bleek net voor de zomer dat ik genomineerd was. Ik was natuurlijk allereerst heel benieuwd door wie, want dat wist ik niet. Dus daar ging ik naar op zoek, maar je krijgt tegelijkertijd ook een vragenlijst en de vraag of je die in wil vullen voor de volgende stap. Dat vind ik ook het bijzondere aan deze award, dat er eigenlijk een hele selectieprocedure aan vastzit. Ja. Dus hij wordt niet zomaar toegekend, dus des te groter de eer als je hem dan wint. Ja, en er was ook best wel concurrentie. Hè? Zeker, ja. Zeker. Ja. Dus er worden natuurlijk niet zomaar ook vrouwen genomineerd. Dus je staat ook gewoon in een stevige pool met vrouwen die ook allemaal hun eigen strepen verdiend hebben in hun vakgebied. Ja, ja. Nou hartstikke leuk. Want uiteindelijk heb je al die filmpje moeten maken. Er is een vakjury die naar gekeken heeft, denk ik, hè? Ja, of? Eigenlijk naar die vragenlijst moest op de pitch. Ja. Dus in 5 minuten vertellen waarom jij de ideale winnares bent. Ja. Daar vielen weer een aantal kandidaten af. Toen kwam inderdaad het filmpje met daarin ook een publieke stemronde. En een jurybezoek op kantoor van 3 juryleden. En dan is het afwachten tot het gala. Ja, nou, hartstikke leuk. Want je won hem. En we gaan even naar wat beelden kijken van die feestelijke uitreiking. We zagen wat beelden van een hele mooie feestelijke avond in het Hotel Nassau. Kan je wat vertellen over die avond? Ja, natuurlijk spectaculair. De entourage al daar inderdaad in het hotel. Maar ook omdat iedereen in gala was. Dus dat is natuurlijk gelijk al heel feestelijk. Ja. De Oscars waren er eigenlijk niks bij, moet ik zeggen. Hoogelopers ook? Ja, nou, we werden helemaal aangekondigd op het balkon. En alle genomineerden. We hadden 3 genomineerden voor de award. En 3 genomineerden voor de belofte award. Dat is de award die wordt gekend aan een aankomend talent. Ja. Er waren ook wat sprekers. We hebben gezellig gegeten in de avond. En uiteindelijk werden de awards uitgereikt. Dus dat was de hele avond in spanning. Ja. Ik moet zeggen dat ik best zenuwachtig was. Want ja, zeker zo'n entourage, dan krijg je een enorme opbouw van spanning. En niemand wist het ook van tevoren, behalve de jury. Ja. Dus we konden nergens iets los krijgen hoe we ervoor stonden. Ja, dan is het des te leuker als je winnaar bent. Heel erg leuk. En zo'n award wordt dus toegekend, dat las ik, dat aan vrouwelijke ondernemer met visie en passie. En ook een persoon die dat dan ook op een bepaalde manier weet uit te dragen. En dat doe jij natuurlijk bij Scoopers. Ja, of klopt. Via. Want 5 jaar geleden gestart. Ja. En wat was jouw drijfveer om
dit social media bureau, zoals je in het filmpje ook al zei, een vakgebied waar destijds nog niemand in geloofde, te starten? Ik heb jarenlang in dienstverband gewerkt bij grote organisaties en ik was toch altijd wel een beetje bedweter. Dus ik dacht, dit kan beter. Ik heb hier een eigen visie op. Dingen gaan mij niet snel genoeg. Ja. Nou ja, dat was eigenlijk mijn belangrijkste drijfveer om als ondernemer te starten. Daarnaast vond ik social media zo'n boeiend vakgebied. Het fascineert mij zo enorm dat je door middel van social media sommige hele onbekende merken enorm groot kunnen zijn online. Daar waar andere grote merken die we allemaal kennen online helemaal geen fans hebben. Ja, de maakbaarheid daarvan vind ik echt geweldig. Ja. Kan heel snel gaan, zelfs voor een klein... vroeger, de traditionele media, dat was van oké, je wilde bekendheid voor je merk, dan zet je een advertentie. Ja. Of je nodigde een journalist uit. Tegenwoordig is het de wereld van de vloggers en de bloggers. Ja, klopt. Kan jij daar wat over uitleggen? Ja, nou ja, ik vind sowieso de transparantie van social media heel mooi. Hè? Dat zien we ook al met online reviews. Dus als je iets goeds hebt, dan wordt dat ook gewaardeerd. Als je het niet goed doet, wordt dat ook gelijk zichtbaar. Ja, dus, gevaarlijk. Dat is zeker gevaarlijk, maar ik vind het ook wel transparant. En dat vind ik, dat mag ook wel. Dat is ook lekker. Je ziet wel dat inderdaad jongeren steeds meer nieuwe media opzoeken. En eigenlijk het traditioneel tv kijken zoals wij doen, niet meer doen. Nee. Zij kijken zo'n filmpje als deze waarschijnlijk op YouTube. En zeker niet op het tijdstip. Op tv. Ja. Hele andere generatie. Ja. Want inderdaad, jij zegt ook, weet je, het is eigenlijk gewoon vroeger had je dus gewoon de traditionele marketingmix. Het zijn wel een beetje vaktermen die we hier gebruiken. Maar social media kan daar gewoon niet meer in gemist worden. En ook onder social media verstaan we. Ja, wat verstaan we daaronder? Eigenlijk alles wat je online zet op social media kanalen. En dan bedoelen we dus Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, vaak ook YouTube en WhatsApp. Ja. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste kanalen die bedrijven inzetten om eigenlijk hun eigen producten of diensten onder de aandacht te brengen. Op een manier die past bij het kanaal. Okay. Want die traditionele reclameboodschap, daar hebben we geen zin in tussen updates van vrienden. Dus je moet wel aanpassen op wat ook past binnen dat kanaal en wat mensen willen zien. Dus je hebt heel veel creativiteit ook nodig. Ja. Heel veel mensen, en die heb je ook bij jou in het kantoor, creatievelingen die dus echt in boodschap anders kunnen denken? Ja, die echt snappen wat mensen online willen zien. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat we ons heel goed realiseren. Wat wil iemand zien als die 5 updates ziet van zijn vrienden of de merken waar die echt van houdt? Hè? Wat kun je dan als bedrijf commercieel gezien bieden? Maar toch nog eruit springen tussen al die updates. Want we krijgen natuurlijk heel veel updates. We krijgen continu een stroom aan nieuws en content op ons af. Dus je moet daar binnen gewoon weten op te vallen. Ja, oh ja, dat is heel spannend. Want je kan zelf als merk iets posten of op social media. Maar het mooiste is natuurlijk eigenlijk ook als anderen dat voor jou gaan doen. Omdat je zo geliefd wordt. Is dat altijd de tweede? Dat noemen we tegenwoordig influencer marketing. Hè? En dat is natuurlijk een markt waar veel jonge talenten in springen die zelf veel volgers hebben. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, helemaal goed. Het gerechtje is al klaar. Alsjeblieft. Dankjewel. Deze is voor jou. Dankjewel. In het bakje de salade van parelcouscous, zeekrauw. En je ziet mooi de paarse wortel. En dan daarnaast een stukje van de zeewolf. Het ziet er heel goed uit. Ja. Dankjewel, Monique. Heel lekker, dames. En heel veel succes met het verder uitbouwen. Dankjewel. Zeker, ja. Jullie ook. Dankjewel. Het is warm, hè? Dat is echt wel gaan eten. Maar als jij nou één ding zou moeten noemen, wat maakt jouw social media bureau nou anders dan alle anderen die er zijn? Wat maakt Scoopers Scoopers? Ja, dat is eigenlijk een combinatie van analyse, want het is, uiteindelijk is dit heel analytisch werk. Je moet echt snappen wat wel en niet scoort. En dat wat vandaag scoort, kan morgen weer anders zijn. Dus heel goed die analyse doen en daarnaast de creativiteit in huis hebben om het ook visueel te maken en daadwerkelijk uit te springen. Want je hebt hoeveel mensen nu bij jou werken? Inmiddels 10 mensen. Oké, okay, wauw. En we zijn de afgelopen jaren steeds ieder jaar eigenlijk met 100% gegroeid. Dus we gaan nog even door. Nou, dat zou ik ook zeker doen. En dan had je nog iets leuks meegenomen. Klopt, ja. Ik heb een leuke gadget meegenomen, want ik ben recent
Want in het helemaal van naar die... New York geweest om deze bril te halen. Want dit is wel, en dat is natuurlijk weer gaaf, zo'n nieuwe hype. Ja. Dat je ziet dat er steeds meer gadgets zijn die alleen maar op een bepaald punt verkrijgbaar zijn. Ja. Deze bril is gekoppeld met Snapchat. Ja. Dat wat heel veel jongeren gebruiken. En wat de bril eigenlijk doet, als je die bril opzet en je drukt op een knopje. Zo'n zonnebril. Dat is ook, ja, het is eigenlijk een zonnebril. Hele hippe. En op het moment dat ik dit knopje indruk, ja, dan zie je eigenlijk hier een lampje en dan is die aan het filmen. Dus als jij nu je eerste hap neemt. Ik ben nu aan het filmen en dat filmpje wordt gelijk naar mijn Snapchat gezet. En dan kan ik gelijk delen met al mijn vrienden. En waarom doen mensen dat? Omdat ja, tegenwoordig iedereen wil alles van iedereen weten natuurlijk. Ja, we zijn continu online en live en eigenlijk iedereen kan uitzenden tegenwoordig. En dat is wel het fascinerende. Heel ook wel het wat we hier doen dan. Hier aan tafel, ja. Iedereen is journalist, iedereen kan uitzenden, ja. Iedereen kan, ja. Nou, ja. Dat is ook alweer heel erg leuk. En nou ja, ik wil jou heel erg bedanken ook voor jouw komst hier naartoe. Jullie ook bedankt voor de uitnodiging. En heel leuk om wat meer over jouw bezigheden te horen. En wilt u dit gerecht, want we gaan eraan beginnen, aan een stukje wit vis. Wilt u dit gerecht nou ook maken, dan kunt u altijd op onze Facebookpagina kijken, want daar zetten we het recept op. Eet smakelijk. Jij ook. En volgende week zijn we er uiteraard weer met een hopelijk net zo smakelijk gerecht en een nieuwe smaakmaker. Graag tot dan. En een slokje. Ja, proost. Proost. Eet smakelijk. Breda nu. Je weet het meteen.